als de loonstijging duidelijk boven die 6-7% gaat uitkomen... Ja. Dan zullen vervolgens de ondernemers, de werkgevers... geen keuze hebben om in een tweede ronde hun prijzen opnieuw te verhogen. Dan zullen de werknemers daar opnieuw gefrustreerd over zijn... en zullen zij in een volgende ronde weer met hogere looneisen willen komen. En dan zitten we in dat haasje-over-effect. Jaren 70, waardoor, jaren 80. Waardoor we te maken zullen hebben niet met een kortstondige inflatieschok... maar met een langdurige, hardnekkige inflatie... waarvoor een veel agressiever monetair beleid dan nodig zal zijn... om die geest terug in de fles te krijgen. Ja. We zijn daar niet. En ik ben nog steeds ervan overtuigd dat we daar niet hoeven te komen. Maar ik doe wel een beroep op de sociale partners van hou het hoofd koel... wees verantwoordelijk en denk na over de consequentie, actie, reactie. We willen niet in een vergeldingsinflatiewereld terechtkomen. Nou,